In dit gebouw in Noordwijk, dicht aan de zee, bevindt zich het eerste Nederlandse radarproefstation. Op het dak staat de zogenaamde scanner, een belangrijk onderdeel van de radarinstallatie, waarvan de zender en de ontvanger in het gebouw staan opgesteld. Ondanks duisternis of mist is het door radar mogelijk de plaats van een schip of van andere objecten te bepalen. Populair voorgesteld gaat dit zo. De draaiende scanner die we zo even op het dak zagen, zendt stralen uit. Die worden teruggekaatst zodra een voorwerp, in dit geval een schip, op hun weg komt. Deze teruggekaatste stralen geven op het radarscherm een beeld waaruit nauwkeurig de plaats van het schip af te leiden is. En dit is wat het radarscherm ons laat zien. Het radarproefstation is zojuist officieel in gebruik genomen. Onder de autoriteiten die bij de opening aanwezig waren, bevond zich de Engelse geleerde Sir Robert Watson Watt, wiens naam met de ontwikkelingsgeschiedenis van de radartechniek onverbrekelijk verbonden is.